Goedemorgen, het is vandaag zondag 16 september 2018 en ik ben er nog steeds. Hartstikke leuk en ik hoop jullie ook. Het mooie is, we gaan vandaag het hebben over schud het stof van je af. Maar wat betekent dat eigenlijk? We gaan even naar Marcus 6 vers 11. Dat is het Nieuwe Testament. En Matthäus Marcus, dus het is helemaal het begin van het Nieuwe Testament. We gaan naar Marcus 6 vers 11. Nou, ik heb hem al even voor me. Thuis kun je hem even op pauze zetten, dus dat is hartstikke fijn. Hier kunnen de mensen meelezen op het scherm. Daar heb je thuis niks aan, maar je kunt hem thuis dus inderdaad stopzetten. Marcus 6, vers 11. Maar ja, jullie kennen mij een beetje, dus ik ga hem iets eerder doen. Dus ik ga beginnen Marcus 6, vanaf vers 6. En hij ging de omliggende dorpen rond en leerde. En hij riep de 12 tot zich en begon hen uit te zenden, 2 aan 2. Nou is belangrijk wie die hij is. Nou, als je iets eerder leest, weet je dat hij de Heer Jezus is. Want het is heel belangrijk wie spreekt er, tegen wie wordt er gesproken, waar gaat het over en wat kun je ermee doen. Want anders snap je zo'n tekst niet. Dus hij, de Heer Jezus, ging de omliggende dorpen rond en leerde. En hij riep de 12 tot zich, dat zijn de apostelen. En begon hen uit te zenden, 2 aan 2. De discipelen, 2 aan 2. En hij gaf hun macht over de onreine geesten. En hij gebood hun niets mee te nemen voor onderweg. Dan alleen een staf, geen brood, geen rijzak, geen geld in de gordel. Maar wel sandalen aan de voeten te dragen. En trekt niet 2 hemden aan. Daar stop ik even. Dus, de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Want ik moet jullie even wat verduidelijken. Heel vaak staat er in de Bijbel, of het er heel vaak wordt aangehaald bij dominees, voorgangers. Jullie moeten mensen tot discipelen maken, want dat is een bevel van God. Maar wacht even. Dat bevel is alleen als je een discipel bent van God. Hoe word je nou een discipel? Een discipel betekent gedisciplineerd achter de Heer Jezus aan. Wandelen. Wandelen op 2 benen. Relatiekant, samenwerkingskant. Het moment dat in de Bijbel staat Jezus Christus gaat over de relatiekant. Het moment dat er in de Bijbel staat Christus Jezus gaat over samenwerkingskant. Deze twee zijn heel belangrijk. Je gaat niet hinkelend achter de Heer Jezus. Je gaat wandelen achter Jezus. Oké, gaan we verder. Dan staat er. En hij gebood hun niets mee te nemen voor onderweg, dan alleen een staf. Waarom een staf? Een herder heeft een staf. De reden is dit. Aan een staf zit een soort ronding. Met een staf kun je iemand naar je toe halen. Maar je kunt ook de wolf, bats, een klap geven op zijn kop. Ja, want we moeten namelijk wel recht spreken en recht blijven spreken. We moeten de waarheid spreken. Welke waarheid? Deze waarheid. Wel. En hij gebood hem niets mee te nemen voor onderweg, dan alleen een staf. Geen brood, geen rijzak, geen geld in de gordel, maar wel sandalen aan de voeten te dragen. En waarom sandalen? Sandalen, dat zijn schoenen die open zijn. Dat snap je zelf ook wel. Maar in die landen is het heel stoffig. Dus op het moment dat je ergens loopt, krijg je steentjes tussen je voeten. Dus zijn je voeten vies. Je loopt op grond wat vies is. En daar gaat het om. Je loopt, je neemt de ruimte in, je wandelt achter de Heer Jezus aan en elke stap die je doet is eigenlijk een stap op bevuilde grond. Dan gaan we weer verder. Aan de voeten te dragen en trek niet 2 hemden aan. Dus gewoon 1 ding, that's it. En hij zei tot hen, als gij eenmaal ergens een huis zijt binnengegaan, blijf daar dan totdat gij vandaar vertrekt. En indien een plaats u niet ontvangt en zij niet naar u luisteren, gaat daarvan vandaan en schud het stof af dat aan uw voeten is, hun tot een getuigenis. En zij vertrokken en predikten dat zij zich zouden bekeren. En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen. Oké, dus ze zijn aan het wandelen. Ze gaan naar een dorpen plaatsen. En helaas, thuis heb je dit boekje niet. Maar hier achterop staat bij ons Matthäus 9, vers 35. Dat kunnen jullie gewoon lezen. En daar staat, dat heeft hiermee te maken.
En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. Dus dat is de opdracht die de Heer Jezus ons geeft op het moment dat je een discipel bent. Nu staat er dat ze sandalen aan hadden. Dat moest ook, want dat heb ik net verteld. Dat ze lopen daar en de grond is vies. De Heer Jezus kwam niet voor de gezonde mensen, dus de healthy one, maar hij kwam voor de zieke mensen. Dat is ook onze taak. Maar heel veel mensen ontvangen ons niet in liefde. Ontvangen ons niet in vrede. En dan zegt de Heer, de Heer Jezus zegt, hier, en hij zei tot hen, vers 10, als gij eenmaal ergens in huis zijt binnengegaan, blijft daar dan, totdat gij vandaar vertrekt. Want als het huis namelijk je met liefde ontvangt, mag je daar de vrede des Heren brengen, de liefde brengen, de waarheid brengen. En dan, en indien een plaats u niet ontvangt, en zij niet naar u luisteren, ga daar vandaan en schud het stof af, dat aan uw voeten is, hun tot een getuigenis. Dat gaat dieper. Wat betekent dit? Je hebt de vuiligheid heb je gekregen. De mensen vinden jou niet lief, leuk en aardig. Nou, dat is logisch. Want op het moment dat je namelijk het evangelie verkondigt, heel veel mensen vinden jou niet meer lief, leuk en aardig. En dan word je, dan word je eigenlijk een gevaar. De Heer Jezus was ook een gevaar. De schriftgeleerden in het Oude Testament, die wisten heel veel van het schrift af, van het Oude Testament. Maar er waren de grootste huichelaars die er bestonden. Ja, durf te vertellen, want dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Schijnheilige mensen. Die stonden op de hoeken van de straten te schreeuwen en te doen. Als puntje bij paaltje kwam, was het niet de ware die God wilde dat er gesproken werd. Toen kwam de Heer Jezus en die vertelde wat nieuws. Nou, die vertelde eigenlijk helemaal niks nieuws. Maar die kwam als en is de Zoon van God, de Vader. Maar hij ging ook alle steden en dorpen langs. En in zijn eigen dorp werd hij totaal niet geëerd hoor. In zijn eigen dorp en plaats kon hij eigenlijk niets. Maar daarbuiten kon hij heel veel. Maar er was maar een handjevol die met hem mee wandelde. En als je dat kleine stukje ziet, die voeten, die zijn vies geworden. En dat stukje wil ik iets dieper op ingaan. Op een gegeven moment gaan zij aan tafel liggen. En de Heer Jezus, die wilde de voeten wassen van zijn discipelen. En je kunt nagaan, als jij met sandalen loopt, dan heb jij hele vieze voeten. Die stinken een uur in de wind. Het is smerig. Maar de Heer Jezus wilde en die ging de voeten wassen. Maar er was er één discipel. Die had gezegd, ja, wacht even. Je gaat mij de voeten toch niet wassen? En jawel. Want de Heer Jezus is gekomen als dienaar van onderaf. Petrus had zoiets van, nou, was me dan helemaal maar. Nee, dat was ook niet de bedoeling. Het ging erom dat de Heer Jezus bereid was en is om voor ons, om ons de voeten te wassen. Maar nu vandaag gaat het om, ben jij bereid, zijn wij bereid, om de voeten te wassen van een ander persoon. Als je ergens heen gaat en je wordt bespuugd, bespot. Wat doe je dan? Vanmorgen, helaas, toen de camera nog niet aan was, kreeg iemand door 7 keer 7 keer 7. In het woord van God staat dat wij de ander zoveel keer moeten vergeven. Moeten. Ja, en het woord gebruik ik niet zo heel vaak. Moeten. Waarom? Omdat je anders een slaafjuk op jezelf oplegt. En dan ben je niet meer vrij. Op het moment namelijk dat jij stof meeneemt van een ander, haat en nijd, kun je niet meer vrijmoedig bij God de Vader komen. Het heeft al met elkaar te maken. Als iemand namelijk lelijke dingen over jou uitspreekt, dan kan het aan jou gaan kleven. Maar als het goed is, heb je Efeze 6 gedaan, de wapenrusting van God. De wapens die God jou geeft. Dan moet je thuis maar eens opzoeken. De wapenrusting van God. Waarom zeg ik het zo rustig? Omdat heel veel mensen zeggen wapenuitrusting. Dat heb ik ook 20 jaar gedaan. Totdat God tegen me zei, waarom zeg je wapenuitrusting? Nou, dat zegt iedereen. Ja, nee. Het zijn de wapens die ik jou geef.
je rust in de wapens die ik jou geef. Ah, het zijn van die kleine nuances verschillend. En dan zie je ook, je krijgt een helm, je krijgt een panzer, je krijgt een zwaard, je krijgt een schild. En je hebt de gordel van de waarheid om. En, dan komen ze weer, de sandalen. Bereidvaardigheid om het evangelie te verkondigen. Maar wel op Gods wijze en niet zoals wij dat willen doen. Ieder van ons wordt wel eens aangeklaagd. Ieder van ons krijgt wel eens een vervelende opmerking of wat dan ook in deze tijd. Maar je is helemaal met Facebook en met noem maar op, media, social media. Dat mensen echt de grond in worden getrapt. Ook op scholen worden heel veel kinderen, heel veel jeugd, en dat is echt om heel verdrietig van te worden, gaan mensen, kinderen, tieners, gaan lelijk praten over anderen. Zo erg dat mensen zelfmoord plegen. Dat is niet wat God wil. Maar haat en nee, dat tongetje van ons jongens. Jacobus staat dat tongetje is zo venijnig. Hou dat tongetje in bedwang. Pas op met wat je uitspreekt. Maar op het moment dat iemand jou iets lelijks heeft uitgesproken, verbreek dat ook in de machtige naam van Heer Jezus Christus. Als iemand iets tegen mij zegt, maar alleen met dat of dat, en het is niet van God, dan zeg ik, dat verbreek ik in de naam van Heer Jezus Christus. En soms schrikken ze. Ja, ik was een keer bij de arts, de hele tijd geleden, en we kregen een diagnose. Ik zeg, dat verbreek ik in Jezus' naam. En hij keek me aan, hij schrok ervan. Ik zeg, ja, maar ik laat me niet zomaar aanpraten. Ja, maar nee, dat doe ik niet. Mijn hond, een van mijn honden, was heel ernstig ziek. Ten dode opgeschreven. Deze man, prachtige man, super aardig. Hij zegt, ja, dit is de diagnose. Ik zeg, wij gaan daar mee bidden. En want hij was arts, had ervoor geleerd. Extreme vorm van kanker. En we gingen naar huis. En toen zeiden we, dit verbreken we in de naam van Heer Jezus Christus. Wat deden wij? En wij schudden het stof van ons af. Ik probeer je het duidelijk te maken. Ik probeer je handvaten te geven. Hoe je dat moet doen en mag doen. Wij hebben de autoriteit gegeven. Want het staat hieronder. Daarom ga ik er eens op diep in. Dus er zijn nog steeds in Markus 6. Vanaf 12. En zij vertrokken en predikten dat zij zich zouden bekeren. Dus de mensen moesten zich bekeren naar God. En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen. Want op het moment namelijk dat er iets over je wordt uitgesproken, heeft de boze een stok. Waarom? Als iemand tegen mij zegt, je bent dat, je bent dat, je bent dat en je bent dat, en ik accepteer dat, dan doe ik eigenlijk de open voor de andere kant. Ja, en ik weet dat dat een waarschuwing is, daar waarschuw ik je ook, zeg dan stop. In de naam van Heer Jezus Christus. En dan gaan we nog een stap verder. Want wij hebben de autoriteit gekregen om het stof af te schudden. Dat staat hier. Maar ook om die andere kant te zeggen. Stop! Ik onderwerp me alleen aan God de Vader. De Heer Jezus Heilige Geest. En dat staat Jacobus 4 vers 7. En daar staat dat jij weerstand moet bieden aan de andere kant. Dat moet jij doen. Doe je dat niet, dan laat je je een slavenjuk opleggen. En dan laat je eigenlijk allemaal stof komt op je. En je vergeet je te wassen. Te wassen in Gods heerlijkheid. Te wassen met het levende water van de Heilige Geest. En lieve mensen, deze boodschap vandaag is voor ons allemaal. Laat je geen slavenjuk opleggen. Laat je niks aanpraten. En als mensen lelijke dingen te over jou uitspreken. Dus stof op jou gooien. Schud het stof van je af. Zeg het verbreking in Jezus' naam. En het mooie is, de mensen schrikken ervan en de andere kant krijgt geen voet tussen de deur. Heb je last van depressiviteit? Heb je last van zelfmoordneiging? Heb je last van leugens die andere mensen over jou uitspreken? Ga dan naar God de Vader toe. En vraag aan Hem, met de kracht van de Heilige Geest, door zijn Zoon, Heer Jezus Christus, om al die leugens te verbreken. In de machtige naam van Heer Jezus Christus. En je stuur je gebonden naar de voetbank van Heer Jezus Christus. Want het is een vijand van jou, maar ook een vijand van God. En als jij een stap verder durft te gaan, iemand anders doet een leugen naar jou, rechtstreeks, als ze dat durven zeggen, dat verbreek je in Jezus' naam. Dan zul je zien dat de ander
schrikt. Snoer de andere persoon de mond. En als iemand een haatmail typt, ga niet een haatmail terugtypen. Niet doen. Dat deed de Heer Jezus ook niet. De Heer Jezus schold niet terug, sloeg niet terug. Hij blijft altijd, de Heer Jezus blijft altijd in liefde. En dat is de boodschap vandaag. Blijf in die eerste liefde, wat in Openbaring staat. Blijf in die eerste liefde van God. Misschien weet je het nog wel. Op het moment dat jij wederom geboren werd, op het moment dat je een kind werd van God, op het moment dat je voor het eerst misschien in aanraking kwam met de Heer Jezus, dan werd je zo blij, zo gelukkig. Weet je dat heel veel mensen in de kerk dan zeggen, ja, maar het is een begin. Je leeft op een roze wolk en daarna zakt het in. Nee, net zo vurig als altijd. Want de Heer Jezus woont in jou, de Heilige Geest woont in jou. En God de Vader zit op jou te wachten. Het is nog niet te laat. Schud het stof van je af. Pak die power terug, jongens. Dat vuur terug. Want dat, de mensen zijn lauw geworden. En de Heer zegt, God zegt, ik spuug lauwe christenen uit. Ik wil vurig zijn. Ik heb dat takje met vuur. En ik steek het aan, ik steek het aan, ik steek het aan. En ik verwacht dat jullie het allemaal aansteken. Dat we een gigantisch vuur hebben. Weet je dat roofdieren bang zijn voor vuur? Weet je waarom? Dat doet pijn. Dat is auw. Dat vuur van God, dat brandt alles schoon. En als we met elkaar dat doen, jongens. Dan louteren we. Want vuur loutert. Dat vuur gaat onder dat goud. Dat goud is vies, dat heeft in de grond gelegen en er zit troep in. En dan gaat dat vuurtje eronder en dan wordt dat vuurtje heet. En dan komt alle viezigheid naar boven en dan raps, dan haal je het viezigheid weg en dan heb je puur goud. Lieve mensen, ik ben puur goud. Oh, dan mag ze dat zeggen. Ja, weet je waarom? Omdat God voor mij is. De Heer Jezus voor me, de Heilige Geest is voor mij. En ik durf dat te zeggen. Ik heb de stof om me afgeschud. Weg. Pff. Het grappige is, ik maak vanmorgen nog een typfout ook nog. Ik typ je schud met een T. Dat was natuurlijk met een D. Maar, ik heb ook grof geschud. Haha, dat is God de Vader. De Heer Jezus, de Heilige Geest. En lieve mensen, daar wil ik mee eindigen. Dus, dat zal weer profetisch zijn geweest. Want ik denk, wat staat er toch? Schud, wat staat er raar? Wat staat een T? Maar ik schud het stof van me af. Ja? En ik heb grof geschud, want ik heb de wapenrusting. En ik zeg, no more. Lieve mensen, verwacht je spoedig. Want hij gaat komen. Amen. Hij laat je geen loer draaien. Ga niet bij de pakken neerzitten. Word niet lauw, word vurig. In de machtige naam van Heer Jezus Christus. Amen. 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 Joehoe.